Hallo mensen van Darkside en welkom bij deze nieuwe kanaalreview van TJ Gaming. Nu zoals gewoonlijk voordat ik begin heb ik weer nog een keer iets aan te kondigen. En dat is deze keer dat ik vanaf nu geen rekening meer zal houden met mensen die een kanaalreview aanvraag doen via mijn Facebook posts. Nu, ik doe dit niet om jullie te ambeteren. Ik doe dit omdat dit voor mij veel te moeilijk is om achteraf, als ik thuis kom, al die aanvragen nog terug te vinden op al die verschillende Facebookgroepen. Dat is simpelweg niet handig voor mij. En er zijn veel te veel mensen die ik ga missen op die manier. En om die reden ga ik daar dus in het vervolg gewoon geen rekening meer mee houden. Dus als je een kanaalreview wilt van mij, moet je dat wel echt zeggen onder de comment section, onder een van mijn kanaalreviews. Maar laten we nu beginnen met de review van TJ Gaming. En qua uiterlijk is het eerste dat mij opviel aan zijn kanaal dat hij niet echt een kanaaltrailer heeft. In fact heeft hij er gewoon geen. En in 2016, ik heb dat vorige week ook al een beetje uitgelegd, is dat wel belangrijk. Dus ik raad echt wel aan om daar toch op een dag eens werk van te maken. En gezien de content van uw kanaal lijkt het mij misschien wel gepast om een soort van best-all montage te maken. Want ik heb gezien dat je heel veel funny moments video's maakt, dus het is misschien gepast om zo'n beetje de beste momenten daaruit te nemen en daar een soort van kanaaltrailer van te maken. Lijkt mij heel gepast. Of je kunt eventueel ook gewoon een video maken waarin dat zo'n beetje meer uzelf en uw vrienden voorstelt. Kunt je ook doen. Ik zou daar toch iets een keer mee doen met die kanaaltrailer. Ik weet dat dat niet altijd simpel is voor ene video te maken die heel uw kanaal voorstelt. Maar in 2016 is het wel iets dat heel veel mensen wel hebben en is het wel iets belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen direct zien waar uw kanaal over gaat, dat ze direct hun welkom voelen op het kanaal. Dan qua afspeellijsten is bij TJ Gaming alles volgens mij in orde. Al zijn afspeellijsten staan mooi uitgestald van onderen op zijn kanaal, net boven zijn abonnementen. En persoonlijk ben ik er meer een fan van dat die gewoon volledig per afspeellijst enkel uitgestald staan. Maar zoals TJ het gedaan heeft, is het voor mij ook in orde. Dat is misschien meer iets persoonlijk dan eigenlijk een kritiekpunt. En dan qua banner en avatar. Wel, op zich zijn ze alle twee wel heel mooi. Ik vind ze alle twee heel mooi. Allemaal dik in orde. Maar wat mij zo wel een klein beetje opvalt is dat ze heel verschillend zijn in stijl. Zijn avatar is zo meer een soort van plattere stijl. En dan bij zijn banner is het dan net het omgekeerde. Dat vond ik persoonlijk wel een klein beetje raar overkomen. Het kwam niet gestroomlijnd over, vind ik. Dus wat ik op dat vlak misschien aanraad, is een klein dingetje, is misschien eens te kijken om te kiezen tussen één van die twee stijlen en daar dan alles in te doen, in plaats van ze alle twee in een verschillende stijl te doen. Dat vind ik toch consistenter is het juiste woord om naar te kijken. En dan met de videobeschrijvingen heeft TJ volgens mij wel een hele goede job gedaan. Hij legt heel mooi uit in videobeschrijving waar dat de video's een beetje over gaat. Een paar linkjes naar sociale media, dus het is zeker niet te leeg. Het is allemaal mooi opgevuld, maar het is ook geen hele telefoonboek waarvan dat je zoiets zet van wow, als je erop klikt, van wat is dat hier allemaal? Dat is ook niet het geval. Over het algemeen de videobeschrijvingen ben ik heel aangenaam van verrast op dit kanaal. Heel mooi gedaan. Zeven animes, zeven rozen. Een bruidsboeket voor jou. En dan gaan we over naar de eigenlijke content van TJ Gaming. Qua kwaliteit zijn zijn video's voor mij heel goed in orde. Het is 720p, dus het is niet mind-blowing ofzo. Maar het is zeker ook niet slecht. Voor mij is het meer dan voldoende voor het type video's dat hij maakt. De intro en outro van TJ Gaming zijn voor mij ook goed. Maar wat ik er wel een klein beetje jammer aan vind, is dat ze wel een klein beetje typisch zijn van stijl. Het zijn echt wel zo van die intro's die we wel al vaker gezien hebben in de Vlaamse YouTube-wereld. Maar voor mij zijn ze wel dik in orde en dat kan natuurlijk ook een smaakverschil zijn. Dat kan ook perfect zijn. Dus voor mij zijn ze dik in orde, ze zien er mooi uit en zo, begrijp mij niet verkeerd. Maar ze zijn gewoon een klein beetje typisch en ze lijken gewoon een klein beetje veel op wat de andere mensen in deze community al hebben. Nu, qua content maakt TJ Gaming vooral funny moments compilaties. En ik moet zeggen, alhoewel dat ze meestal gaan over games die mij niet echt interesseren, zoals FIFA 17 en GTA 5, moet ik echt wel zeggen dat ik er enorm van genoten heb wel van die funny moments compilaties. Ik heb echt wel enorm gelachen met die video's. Ik vond ze heel grappig om naar te kijken. Heel leuke video's. Goedenavond alweer. Het is vrijdag. Dat wil zeggen, Team Schema. Weekend! Yay! Allee. Let the fun begin. Ja. See you!
We hebben het vorige week al gezegd. We hebben twee nieuws erbij. Jona en PJ. En die gaan we vandaag een inwijding geven. Maar we gaan het anders doen als anders. Maar daar zal mijn copain het zelfs uitleggen. Vandaag hebben we het thema Top Gear. En ik zal nog... En ik denk dat dat zo is, omdat TJ vooral opneemt met zijn vrienden. En je merkt echt wel, als je naar die video's aan het kijken bent, dat dat mensen zijn die heel goed overeenkomen. De chemie tussen die mensen is heel leuk. En dat zorgt voor heel natuurlijke, maar nog altijd leuke reacties. En dat is iets dat je minder en minder begint te zien de laatste tijd, vind ik. En ik vind dat echt wel verfrissend, om nog een keer iemand te zien die gewoon zichzelf is in zijn video's. Die niet reacties zit te faken ofzo, die niet bezig is met zijn favoriete YouTuber na te doen. Die is gewoon zichzelf in die video's. Die reacties komen heel natuurlijk over. Die neemt gewoon een beetje op met zijn vrienden. Dat is heel leuk om naar te kijken. Ik vind dat persoonlijk heel aangenaam voor naar te kijken. En helaas is iets dat je minder en minder begint te zien hier in Vlaanderen. En ik vind dat wel spijtig, want ik kijk daar persoonlijk wel graag naar dat soort video's. Voor de rest zitten er ook heel leuke edit-ins in de video's. Zo extra dingen die je erin steekt, die zo'n beetje te maken hebben met hetgene waar ze mee bezig zijn. Die de video ook extra leuk maken. Zo extra plaatjes die erin zetten of muziekjes die hij onder zijn video plaatst, zo, die zo'n beetje te maken hebben met de situatie, is ook heel leuk gedaan. Is wel iets dat ik wel vaker begin te zien in de gaming community, maar is desondanks wel nog altijd een heel leuk ding om te zien. Nu is dat mij wel eens opgevallen aan de video's van TJ Gaming, is dat ze wel een klein beetje aan de korte kant zijn. Zeker de laatste tijd heb ik video's gezien van maar 2 à 3 minuten en dat is misschien wel een klein beetje kort. Dit blijft natuurlijk iets heel persoonlijk. De ene persoon is na 3 minuten al zijn aandacht kwijt en de andere persoon heeft na een kwartier nog altijd zoiets voor waar is de rest van een video. Dat is iets heel persoonlijk, maar 2 à 3 minuten vind ik toch wel heel kort. Dus ik zou er zeker eens naar kijken om die video's langer te maken naar 4 of 5 minuten of zo. Dat is al heel wat beter, denk ik, van lengte. En dan zullen er ook meer mensen geneigd zijn om te subscriben, denk ik, omdat dat meer de moeite is om te subscriben op iemand die video's van 4 à 5 minuten uploadt, als iemand die na 2 à 3 minuten de video al beëindigt. En als laatste wil ik eigenlijk een oproep doen aan de mensen van kijk, ga zeker eens gaan kijken naar dit kanaal als het u ook maar in de verste verte interesseert, want ik vind echt wel dat met 92 subscribers dit kanaal echt wel underrated is. Ik heb gelachen met deze video's, ik heb ervan genoten, ondanks het feit dat het gaat over games vooral die mij niet echt interesseren. Dat is toch echt wel een prestatie naar mijn mening en daarom zou ik toch echt wel zeggen, ga zeker eens naar zijn kanaal, geef het eens een kans, want hij verdient volgens mij echt wel wat meer exposure dan dat hij nu krijgt. Maar mensen, hier ga ik mijn video afsluiten. Laat zeker een reactie achter als jij ook een kanaalreview wilt. De regels zullen in de beschrijving staan. Like deze video als je het een goede video vond. Of subscribe op dit kanaal als je een Darksider wilt worden. En tot de volgende keer.